Yo, Nintendo fans! We gaan eindelijk de wonderenwereld in van Paldea! We kunnen doen wat we willen! Dus ik ga eerst even een item kopen in de Deliberate Shop. Hier heb je supergoeie battle items, zoals de Mystic Water die ik aan mijn Quaxly ga geven. Echt, ga er langs. Beste winkel ooit. Mystic Water, give to Quaxly. Maar wat gaan we doen, jongens? De Bug-type gym. Laten we dat gaan doen. Wat lopen daar voor muizen? Wat zijn dit voor muizen? Thundermaus. Dat zijn twee Duitse mausen. Let's go, Quaxly. Zo, maar die zien er echt goedkoop uit. Laten we proberen om ze te vangen. Wat voor type is dit? Dit is sowieso een normal type, toch? Ja, normal type. Wow, die zien er gewoon uit als enge knuffels. Ik heb niet het idee dat dit een hele goede Pokémon gaat zijn. Laat even in de reacties weten of Thundermaus in mijn team moet. En knal die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren als je gewoon geen enkele Pokémon aflevering wil missen. Oh, dan moet je ook even het belletje aanzetten. Dan weet je zeker dat je niks mist. Ik moet hier nog niet zijn. Level 56 Crocodile lijkt me geen goed idee. Ik battelde een level 14 Meowth. Dat was best wel chill voor de XP. En voordat ik de stad uitliep, werd ik gebeld door Nemona, die mij naar Cortondo stuurde. Op weg daar naartoe belandde ik in een nieuwe battle met een level 8 Scatterbug. Dat ging makkelijk. Maar de Drifloon die dat meisje ook in het team had, die zorgde voor wat meer problemen. Met Wooper ging het ook nog niet heel lekker. Dus ik had uiteindelijk toch Quaxly nodig, die ook een level omhoog ging en Aqua Jet leerde. En toen kwam ik Smoliv tegen. Nou, kijk hem daar. Onze olijven Pokémon, die gaan we sowieso even vangen. Hallo, klein olijfje. Ja, laat het ook voor Smoliv weten. Moet Smoliv in mijn team. Ik ben wel benieuwd hoe die er later uit gaat zien. Lijkt me best wel... Oké, critical hit dingen. Dat was niet de bedoeling. Misschien vind ik er straks nog één. Oeh, Terra Raid Battle. Die wil ik doen, want dit is een vette Pokémon. Wow, daar gaan we. Onze eerste Terra Raid Battle. Let's go. Ik hoop dat ik deze kan verslaan. Daar gaan we met z'n allen, hoor. Dan moeten tegen Charcadet. En volgens mij is hij een normal type geworden aan de diamant op zijn hoofd te zien. Of zou het steel zijn? Ja, ik denk normal. Hij is wel behoorlijk sterk nu, denk ik. Ik ben burned. Oh, nee. Come on, team. We moeten hem pakken. Ik wil deze Pokémon vangen. Let's go, met z'n allen. Oké. Dit gaat de goede kant op. Hij doet Ember op mij. Dat heeft niet zoveel zin. Ik wil hem hebben. Ja. Ik wil hem zeker hebben. Let's go. Maar de wateraanvallen zijn nu dus niet super effective. Omdat hij gecrystallized is. Geterrestrialized. Of hoe je het ook noemen wil. Inderdaad, naar een normal type. Ik zag hem net heel snel toen ik doorklikte. Maar hij is verslagen volgens mij. Volgens mij kunnen we hem nu gaan vangen. Yo. Ik had wel liever een andere Terra type gezien. Maar oké, maakt niet uit. Ik wil deze Pokémon sowieso hebben. Ik ben ook benieuwd welk level die is. Let's go. Volgens mij vang je sowieso die Pokémon die je battelt in een Terra battle. Of een Terra raid. Zo heet het officieel volgens mij. Let's go. Yo, ga maar in de pokeballetje, Charcadet. Heel nice. Het is vet dat we deze nu tegenkomen. Ben er blij mee. Ik heb gelijk een Fire-type in mijn team. Kijk hem dan. Woe, Charcadet. En we krijgen een hoop spulletjes. Experience candies en zo. Verbrande kolen kwamen tot leven en dat werd een Pokémon. Hij houdt van vechten en hij battelt zelfs tegen de meest sterke tegenstanders. Oeh, hij is cool. Ja, deze moet in het team, hoor. Wat ga ik denk ik doen in plaats van Tarantula. Bug-type Pokémons, ja, die hebben gewoon veel weaknesses, dus... Die ga ik eventjes wegdoen. Hoppakee, lekker. Nieuw aanwinst voor het teampie. En we gaan door. In de verte zag ik de stad al liggen. Maar terwijl ik daar naartoe wilde gaan, zag ik nog een vette Pokémon. Hallo, what up? Machief heet deze. Er zijn te veel leuke Pokémon, jongens. Dit wordt een probleem. Ik wil gewoon een team van 10 Pokémon. Oh, oké, hij heeft er niet zoveel zin in, zo te zien. Hij wil niet in mijn team. Nou, dan ga ik hem nog één keer raken gewoon. Nu is hij in het rood. En dan gaat hij toch wel. Daar komt hij toch wel. Ja, toch? Ja, Machief. Hij wil altijd serieus genomen worden. Maar zelfs kinderen barsten in lachen. Uit als die zijn gezicht zien? Nou, ik vind het een hartstikke leuke Pokémon, Machief. Als we die in het team zouden doen, voor wie zou die dan komen? Maar ik heb al best wel een leuk team. Ja, Lechonk is wel normal type. En normal types, ja, ik heb er niet zoveel mee. Gaan we Lechonk eruit doen? We gaan Lechonk eruit doen! Dit kan echt niet! Oh nee, ik ben een Lechonk verrader geworden, jongens. Arme Lechonkie. Oh, hier nog een Smoliv. Ja, die maak ik zeker weer kapot als ik nu Ember doe, hè. Hij leeft nog. Hij leeft nog. Lekker bezig. Hij is echt cool. Hij is echt een leuke Pokémon. Klein baasje, hoor. We vangen gewoon al die nieuwe Pokémon dat we straks gewoon keuze hebben uit alleen maar nieuwe Pokémon die we allemaal in het team kunnen gaan doen. Maar ja, Smoliv is niet cooler dan een van die 6 die nu links staat, denk ik. Hij gooit olie uit zijn hoofd. De olie is bitter. Ja, nee, dat lijkt me niet lekker. Nou, oké, die doen we nu nog niet in het team. Maar laat vooral weten welke nieuwe Pokémon uit deze video jij in mijn team wil. Ik dacht dat het een goed idee was om deze trainer uit te dagen. Maar hij liet zien dat een aantal leveltjes nogal een verschil maakte. Deze Psyduck van level 14 die deed al moeilijk, maar deze Machief was helemaal een probleem. Hij sloopte de ene na de andere Pokémon in mijn team. Gelukkig kon ik het nog net redden met Quaxly. Ik was even bang dat die Mudbray daarna mijn Quaxly kapot zou maken, maar gelukkig kon ik ook Mudbray verslaan.
Wel was het overduidelijk dat ik mijn Pokémon moest gaan levelen. Dus ik gaf mijn zwakste Pokémon wat experience candies. Hooper ging een level omhoog. En Palmy ging zelfs 4 levels omhoog. Hij leerde Nuzzle in plaats van Growl. En vervolgens praatte ik met het meneertje naast het Pokécenter. Die zei dat ik 5 trainers moest verslaan en dan een prijs zou krijgen. Dus dat ging ik doen. Oké, nog 2 trainers verslaan. Deze zoekt ook de weg naar de gym. Ik ben benieuwd of die ook van die sterke Pokémon hebben. Want sommige trainers hier zijn best sterk. Een paar leveltjes maakt echt verschil. Hallo student. Ben jij nog student? Oké. Hey, Spilpa! Zo, die Pokémon was ik al soort van vergeten. Nou, die is gelukkig maar level 9 en we hebben natuurlijk super effective moves op hem. Ik kwam net gewoon de sterkste trainer in deze regio tegen, denk ik of zo. Dit is allemaal wel beter te doen. Doei, Spilpa! Hoppakee, leveltje omhoog. Gekke Charcadet. Yo, wat loopt hier rond dan? Ik kan niet goed zien wat het is. Oh, het is een Diglett. Laat maar. Doei! Ik zoek nog 1 trainer die met me wil battelen. Ik wil die prijs. Heb ik jou al gebatteld? Ik denk het niet. Nee, nice. Oh, ze heeft het over electrifying. Oh nee, ik heb net Quaxly op de eerste plek gezet, omdat ik heel graag Quaxly wil evalueren. Het is een Pichu. Oké, misschien kan Quaxly Pichu toch wel aan. Kijk, dit gaat op zich best goed. Oh nee, Thundershock. Nou, oké, het valt mee. We zijn al 6 levels hoger, dus daar kunnen we wel tegen. Sorry, Pichu. Ik wil mijn prijs. Oh, ik loop eerst nog tegen een Smoliv aan. Potverdorie. Wat ze vlots. Doei. Hele olijvenplantage hier, joh. Oh, nog 1. Mazzel. Oké, kom maar op met die prijs. Hallo, Pokémon League Rap. Wat krijgen we van jou? Aerial Ace. Oeh, dat is best wel een goede aanval. Flying attack die nooit mist. Maar nu kunnen we hier naar binnen om te gaan beginnen met onze allereerste gym battle. We gaan die eerste badge pakken. Jongens. Dat gaan we doen in de volgende video. En als je dit vet vindt, vergeet ze niet te abonneren. Doe de duimpjes omhoog. Zet het belletje aan. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!